Hoi iedereen, leuk dat jullie weer kijken naar al deze games. Vandaag ga ik weer verder met de Sims 4 beleven samen. En Rose is even de wasbak aan het schrobben. Want ja, dat moet natuurlijk ook gebeuren. Het huis moet wel gewoon netjes mooi blijven, mooi schoon. Dus dat is eventjes aan het doen. En Ruben zit in bad. Ja, je ziet een beetje... Oh, kijk, hij komt er nou net uit. Heel trekkers wat aan. Ik wil trouwens Rubens kleding... Oh, hij gaat gelijk op de wc zitten. Ik wil trouwens Rubens kleding nog eventjes aanpassen, want... Ja, hij is nu een oudere natuurlijk, dus hij mag wel wat ouder gekleed zijn. Hij is vrij jong gekleed, dus ik vind dat dat wel aangepast moet worden. Gaan we niet nu doen. Ik kreeg ook nog een reactie van iemand die zei... weet je wat zei hij nou? Oké, ik kom even helemaal niet uit mijn woorden, maar die had gezegd dat... hoe heet ze nou? Dylan? Nee, niet Dylan. Jay, dat Jay een kindje heeft gekregen samen met... ben ik weer haar naam kwijt? Dat is echt gewoon niet te geloven. Samen met Mila. Ja, Jay en Mila hebben samen een kindje gekregen en daar moeten we dus eventjes op visite gaan. Nou ja, moet niet, maar dat gaan we wel doen. Dat is wel zo netjes om dat te doen natuurlijk, om bij je kleinkind te kijken. Dus Rose en Ruben, die zijn nu officieel opa en oma. Nou, is dat even enig. Ik wil eigenlijk wel liever even wachten tot de kinderen terug zijn. Want dan kunnen we met z'n allen even gaan, dat lijkt me wel zo leuk. Ondertussen gaan we eventjes met Megan Walker bellen. Ik heb geen idee waarom, maar we moeten toch een beetje onze vriendschappen blijven onderhouden, want anders dan halen we dit doel nooit. Hier, we hebben nog steeds maar 13 vrienden, dat moeten er 20 worden. Dat moet op zich wel lukken, maar dan moeten we wel wat meer socialize natuurlijk. Weet je, Rose heeft ook al super lang niet op de piano gespeeld, volgens mij. Toch? Volgens mij niet. Oh, Ruben wordt gebeld, is er nu weer... Gefeliciteerd met je verjaardag. Dankjewel, dood persoon. Heel lief van je. Trouwens, we doen ook nooit meer wat met onze groep, hè? Onze groep, de Musical Symphony. Best wel erg eigenlijk. Maar, ik weet niet. Die groep, I don't know. Zo leuk was het eigenlijk niet. Ik bedoel, we maken een beetje muziek met z'n allen en dat is het. Eigenlijk moeten we gewoon een leukere groep vinden of zo. Kunnen we even kijken wat er nog is. Oké, okay, er komen steeds echt nieuwe groepen bij. Die worden echt automatisch aangemaakt, volgens mij. Wat is privéclub? Ben je het zat om bekritiseerd te worden door het gepeupel? Oh jeetje. Privéclub. Ja, wat houdt de privéclub in? Misschien wordt het tijd dat je zelf een andere klas associeert. Een betere klas, dat kun je wel zeggen, ja. Oké, dus dit zijn een beetje high class mensen. Oh, je moet ook een vereiste hebben. Je moet minimaal meer dan 30.000 simdollar hebben. Nou, dat hebben we niet eens. We hebben maar 5.000 simdollar, dus we mogen niet eens lid worden. Ik krijg nou de ballen. Nee, er zijn niet echt leuke clubs op het moment. We kunnen natuurlijk zelf nog eentje maken, maar ik weet niet of ik dat wil. Ik denk dat ik dat pas weer met Elise ga doen, of met wie we dan ook verder gaan. Want Rose is eigenlijk ook een oudere en weet je, die zijn niet meer in de bloei van hun leven. Dus om nou nog keihard uit te gaan en zo, dat is niet zo leuk. De kamer van Elise, weet je wat? Ik ga het gewoon nu even doen. Oh, wacht, Ruben moet wel even uit beeld, anders dan valt hij me lastig. Hupsakee, weg jij. Zo. We gaan even Elise haar kamer doen. Want die is nogal een beetje kinderachtig. Eens even kijken. Nou, dit gekke dingetje. Nou, dit gekke dingetje mag wel blijven eigenlijk. Ik vind het wel leuk. Ik vind het zo zielig om haar knuffeltje weg te doen. Oh, kijk, hoe moet ik dat zeggen? Ik zeg dat echt alsof ze nog een baby is. Maar ik weet niet. Ze is hele goede vrienden met deze beer. Dus dat vind ik zo zielig om hem dan weg te doen. Zal ik de beer gewoon laten staan? Gewoon YOLO. Ik ga de beer gewoon laten staan. Oh, nee, die moet niet weg. Het speelgoed en zo, dat mag wel allemaal weg. Dat is wel een beetje voorbij. Kijk, op de muur mag wel een ander kleurtje. Of nou ja, kijk, er zitten nu pingwings op de muur. Dat is wel een beetje kinderachtig. Op zich zijn we al bijna klaar, weet je. Het hoeft ook weer niet zo'n volwassen kamer te worden. Maar het moet wel even een beetje aangepast worden. Ik bedoel, dat moesten we gewoon even. Is dit een mooie kleur voor de bij? Oh, dat was wel heel ver uitgezoomd. Even kijken hoor. Dit zou kunnen, maar misschien is ook gewoon wit mooi. Oh nee, wat is dit? Dat is niet de bedoeling. Wit. Hebben we niet gewoon wit? Like, we hebben serieus geen wit? Waarom kunnen we nergens wit kiezen? Ik wil gewoon pot voor drie een witte muur. Oh, dit is wit. Nou ja, dat is ook weer zo basic of zo. Ik denk dat ik voor een van deze donkere tinten ga. Op een of andere manier vind ik het wel wat hebben. Hier, dit kunnen we ook nog doen. Of zo, een beetje toch wat lichter, maar toch wat meer... Ja, ik weet niet, hoe leg je dat uit? Ik weet niet, ik vind het wel mooie muurkleuren. Dus ik denk dat ik voor deze ga. Ik weet niet, het past niet heel goed bij het roze, maar op een of andere manier ook weer wel of zo. Dit gaat ook wel even weg, dat vind ik er ook wel een beetje te oud voor. Dan gaan we wel iets anders op de muur plakken natuurlijk. Een kikker, nee grapje. Oh, wel leuk trouwens, die kikkers.
Of die dingetjes. Even kijken. Wat kunnen we op de muur plakken? Wat niet kinderachtig is, maar een beetje voor tieners. Dit is wel voor tieners. Maar, nee. Waarom hebben ze allemaal Sims schilderijen ineens? Die heb ik nog nooit gezien. Oh, kijk nou. Dit is groot. Nee, het moet iets kleiner zijn. Oh, wat is dit? Oh, maar dit is leuk. Ja, niet voor, haar, voor Elise dan, maar voor kinderen is dit wel leuk. Had ik ook nog helemaal niet gezien, joh. Ik mis van alles en nog wat. Ik heb zoveel dingen heb ik nog niet gezien. Ik vind dit al wat voor op Elise haar kamer. Dit schilderij. Zo, boven haar bureau. Oh, hij hangt niet in het midden. Hij hangt niet helemaal in het midden, jongens. Het moet natuurlijk wel. Hij moet wel perfect in... Oh, wacht. Hij kan gewoon zo hangen. Ja, zo is dat goed. Voor de rest ga ik het denk ik gewoon maar zo laten. Oh, wacht. Dit kan misschien echt niet meer, hè. Nee, dit is... Wat is dit? Een schilderij? Huh? Het is een schilderij in een schilderij. Oké. Nou, weet je, ik hou gewoon deze dan met de gekke toeter. Vind ik wel leuk. Nee, ik vind haar kamer nu al veel beter. Ik ga ook nog het kleed even weghalen. Of nou, wacht. Ik kijk eerst even welke is het. Dit is de... Is dit hem? Nee, dit is hem. Gastvrijheid heet die. In bloei nog wat. Nou, dan kan ik hem weer makkelijk terugvinden. En dan leg ik dit kleed wel weer neer. Maar dan even in een ander kleurtje. Oh, maar deze is veel kleiner. Oh, dus die persoon heeft hem uitvergroot. Oké, ik ben even vergeten hoe dat moet. Ik weet dat je kan uitvergroten, maar ik ben even vergeten hoe dat moet. Shit. Oké, ik leg deze gewoon... Maar hoe doe je dat ook alweer vergroten dan? Ik ben het echt... Oh, ik ben het echt even vergeten. Kan dat... Nee, dat kan niet zo. Oké, laat maar. Ik ben het vergeten. Jammer. Als iemand weet hoe je dat uitvergroot, laat even weten. Ik wist het, maar ik ben... Vergeet hoe het even moest. Dus als iemand het even kan laten weten, zou het helemaal super zijn. Dan kan ik het de volgende keer doen. Dan voor nu laat ik het kleed wel gewoon... Oh. Laat ik het kleed wel gewoon even liggen. Zo. Boeit ook niet zo heel veel. Zijn de kinderen al bijna uit school? Of hoe zit dat? Nee, nog niet echt. Oké. Ruben voelt zich heel speels. Dus ik vind dat hij dan wel eventjes mag gaan zwemmen. Ja, waarom niet? Lekker zwemmen. Maar wat ligt hier? Er ligt hier altijd iets in het water of zo. Maar wat is dat? Wat ligt er in het water, jongens? Ik denk dat het iets gebukt is of zo. Het lijkt, dit lijkt op een citroen. Hé, wat is dit? Kunnen we het pakken misschien? Oh, we kunnen het pakken. Oh, ik zag wat. Hé, wat... Oh my god. Hé, wat is dit nou weer? Oké, dit is een... Hé, oké, dit is een soort glas... Ik denk dat het... Ja, wat is het? Limonade op een zonnige dagfakkel. Het is een fakkel in de vorm van een glas. Oké. Maar waarom in godsnaam staat dat in het zwembad? Waarom? Het ziet er echt niet heel leuk uit of zo. Ja, het heeft ook alweer wat aan de ene kant. Het ziet er een beetje uit als een waterlelie. Maar... waarom? En wat zijn die rondjes? Dat is zeker licht of zo. Geen idee. Degene die dit huis heeft gemaakt was een beetje dronken of zo. Die heeft zo de glazen in het water laten vallen. Nee, dat is een grapje. Maar wel een beetje raar. Maar oké, we gaan eventjes speels rondzwemmen. Want waarom niet? Hier, kijk, heeft u nog fitnessniveau 8? Fitnessniveau 8? Oh my god. Ik wist niet dat hij al fitnessniveau 8 had. En Roos heeft ook bijna piano niveau 5. Oh, dat heeft ze nu zelfs. Nou, kijk eens aan. Roos is wel echt een... Moet Elise Femke uitnodigen? Nou, eigenlijk even niet. Nee, we gaan even eigenlijk niemand uitnodigen. Want we gaan even op visite bij onze familie. Bij Jay en Mila. Wie werd er gebeld? Elise. Het schoolhoofd belt me. Waarom nou weer? Wat heb ik nou weer fout gedaan? Het schoolhoofd belt om te zeggen dat mijn schoolprestaties niet om over naar huis te schrijven zijn. Als ik niet uitkijk, loop ik het risico om een lager cijfer te krijgen. Ik heb gehoord dat men op mijn schooldoelen moet concentreren. En ik moet ervoor zorgen dat ik op school in een goede bui ben. Dat ik elke dag op tijd moet komen. Oeps. We moeten verplicht in een goede bui zijn, jongens. Nou, kan je vertellen. Ik ging nooit met een goede bui naar school. Als het wel zo was, dan was het echt de bijzonderste dag van mijn leven. Maar ik kan me niet herinneren wanneer dat was. En we doen het inderdaad niet zo goed op school. Dus dat is best wel slecht nieuws. Dat wist ik niet. Ik dacht dat het best wel goed ging. Maar blijkbaar niet. Maar in ieder geval, we gaan nu alsnog niet aan school werken. Dus sorry school. Want we gaan eventjes op visite bij Jay en Mila. En het kindje, ik weet niet eens hoe het kindje heet. Ik weet niet eens hoe het eruit ziet. Ik weet niet eens of het een jongen of een meisje is. Maar daar gaan we achter komen. Ik ben benieuwd of ze thuis zijn. Als ze niet thuis zijn, kunnen we weer niet op visite. Daar heb ik echt geen zin in. Zo, we gaan met heel de... Oh, hier, we kunnen Jay zelfs meenemen. Dat doe ik dan maar even. Ruben moet mee. Dylan moet mee. Oh, wacht. Ik zei net heel de tijd Mila, hè?
Ik zei net dat Mila maar Jay heeft met Nicole. Jeetje, ik ben echt in de war met die namen, jongen. Hun lijken ook een beetje op elkaar, zie je dat? Ze hebben hetzelfde haar. Ik denk dat ik me daarom vergiste. Oh, wat erg. Oh, wat voel ik me nu erg. Ik heb me gewoon vergist. Nou, in ieder geval. Waarschijnlijk toen ik net zei van Jay en Mila, dachten jullie al van, Jay en Mila. Maar nee, ja, sorry, ik versprak me dus. Oké, maar we gaan even op visite en naar de baby kijken. Oké, we zijn bij Jay thuis en Nicole is niet meegekomen. Ik heb geen idee waarom. Ik denk dat ze misschien niet kan of zo. Maar we gaan even bij de baby kijken. En de baby is hier en het is een meisje. Isabel Fleming heet ze. Ze heeft de achternaam van Nicole gekregen. Dit is wel een jongenskamer zoals jullie zien. Dus dat moet ik nog eventjes dan weer gaan aanpassen. Maar we gaan wel eventjes naar de baby toe, jongens. We gaan eventjes met de baby knuffelen. Met Isabel. Dus die naam heeft ze automatisch gekregen. Ik heb hem niet zelf bedacht. Maar op zich is het wel een goede naam. Ik vind het wel leuk. Zo, nou kijk eens aan. Oh, we kunnen... Waarom kunnen we nu haar alleen maar ouder laten worden ineens? Wat is dit voor gekkigheid? We kunnen haar blijkbaar ineens alleen maar ouder laten worden. Of komt het omdat Ruben komt of zo? Nee. Oh, ze gaan ineens lopen zoenen. Waarom kunnen we haar ineens alleen maar ouder laten groeien? Ik kon net nog alles doen en nu kan ik het alleen maar laten opgroeien. Dat wil ik helemaal niet. Ik wil helemaal niet dat ze ouder wordt. Nou ja, ik wil het wel, maar dat is een beetje lullig als ik dat dan ga doen terwijl haar eigen ouders er niet eens bij zijn. Dat vind ik wel een beetje lullig, dus... Oh, ik wou naar de wc gaan, maar... Wat deed zij? Elise! Doe eens normaal! Je gaat er niet zomaar bij andere mensen in bad zitten. Wat is dit nou weer voor gekkigheid? Echt, deze familie kan zich echt gewoon nooit gedragen, jongens. Ik weet gewoon niet wat er aan de hand is, maar deze mensen kunnen zich gewoon niet gedragen. Ja, hallo, Rose. Je loopt er niet zomaar binnen als Dylan op de wc zit. Ruben, wat de hel? Stop met naar binnen lopen. Oh, er loopt ook niemand bij jullie naar binnen als je op de wc zit. Wat zijn dat voor gekke mensen, joh. Echt, ik snap er echt even helemaal niks meer van. Maar het zal wel. In ieder geval, ja, hij voelt zich beschaamd. Dat zal ik me ook voelen. Maar oké, we gaan eventjes op de computer dan maar. Om eventjes onze... schaamtelijkheid, dat is geen goed woord, eventjes om onze beschaming weg te werken, weg te gamen. Ik heb echt geen idee wat ik allemaal zit te zeggen, maar oké. Oh, nu is Elise ineens wel aardig en gaat ze de zooi opruimen. Maar waar is Jay heen dan? Oh, wat is er aan de hand? Bal, wat smerig. Door vuilnis te legen. Ja, waarom doe je dat dan? Je hoeft het niet eens te doen. Maar oké, je gaat zelf het vuilnis legen, dus dan moet je ook maar ermee dealen dat het vies is. We gaan eventjes naar Tiener TV kijken. Maar Jay is ineens spontaan verdwenen of zo. Ik denk dat hij naar huis of naar zijn werk is. Oh, maar Nicole komt wel thuis. Maar ze is heel boos, dus dat gaat niet echt helemaal goed. We gaan wel even een vrolijke kennismaking doen. Blijkbaar kennen we haar helemaal nog niet. Ik heb geen idee hoe dat nou ineens weer kan, maar het is zo. Dus we gaan... Ruben gaat eventjes naar de wc. En wij gaan eventjes een vrolijke kennismaking doen met Nicole. Ik denk dat ze een slechte dag op het werk had, want ze is echt heel boos. We gaan wel eventjes proberen te kalmeren, want dit gaat helemaal de verkeerde kant op anders. Wordt ze alweer een beetje rustig? Oh ja, volgens mij wel, hè? Volgens mij wordt ze een beetje rustig. Nou, we gaan even een grappig verhaal aan haar vertellen. Hopelijk wordt ze dan blij en haar een complimentje geven. Als ze dan niet blij wordt, dan weet ik het ook niet meer. Hier, Ruben, ga jij ook even gezellig kijken naar de televisie. Naar Tiener TV, vindt hij vast hartstikke leuk. Maar eigenlijk moet Elise wel eventjes huiswerk gaan maken, hè? Want ze doet het al zo slecht op school. Dus ze moet wel echt eventjes huiswerk maken. Hier, ik zou de borden wel weer even opruimen, want niemand anders doet het. Zo, oh, dat lukt weer niet. Upsakee. Is het al beter met Nicole? Nee, ze is nog steeds heel boos. Waarom is ze nou weer heel boos? Ik denk echt dat ze een slechte dag had, want waarom kan je nou weer zo boos zijn van werk? Hier, we vragen wel eventjes hoe haar dag was. Dan kan ze het misschien eventjes vertellen. Kan ze eventjes al haar problemen uiten. Oh. Oh, ze gaat ze nou die beren in elkaar slaan? Wat is dat nou weer voor iets geks? Dan kunnen we nu... Oh, hier, nu kunnen we wel ineens weer leuk met de baby doen. Nou, oké, wat een gekheid. Eigenlijk best wel raar dat je gewoon zomaar aan andermans baby kan zitten. Ik bedoel, misschien wil Nicole wel helemaal niet dat we aan haar baby zitten. Maar ja, dit is de Sims, dus we kunnen gewoon aan haar baby zitten wanneer we dat willen. Wat een gekkigheid is de Sims ook eigenlijk. Hier, we gaan even met haar stuiteren. Ik denk heel dat een jongen is, omdat we in een jongenskamer zijn. Maar het is natuurlijk helemaal geen jongen. Maar ik denk het wel heel de tijd. Ik ga even het bedorven voedsel weghalen. Wat aardig ben ik. Ik doe echt alles voor deze mensen. Ik maak gewoon, we ruimen gewoon heel hun huis op. Nou, dan mag ik vast ook wel eventjes wat eten, toch? Hier, een snelle maaltijd. Ik wil even een magnetron maaltijd. Mag dat?
Oh, wacht, Roos pakt al wat anders. Wat pakt ze nou weer dan? Is dit vruchtencake? Volgens mij pakt ze vruchtencake. Nou, ga dan maar vruchtencake eten. Ik heb gehoord dat er een geweldig feest gaande is in de nachtclub. Zin om een kijkje te nemen. Zullen we het doen? Zullen we het gewoon doen? We gaan dit gewoon doen. We gaan gewoon even kijken. Dit is weer zo typisch. Ik kwam hier aan samen met die man die ons uitnodigde. Ik weet niet meer wie het was. Maar iemand nodigde ons uit. Even kijken hoor. Hoe heette die man? Misschien kunnen we het nog terugvinden. En dit schermpje gaat blijkbaar niet meer weg op een of andere manier. Volgens mij was het Leon die ons uitnodigde. En nu is Leon ineens weer er vandoor gegaan. Echt, we kwamen hier aan en precies op dat moment ging hij weer weg. En Nancy Wilson is gearriveerd, zie ik. Dus ja, we gaan wel eventjes met Nancy Wilson praten dan. We gaan haar wel eventjes een compliment geven over haar kleding. Waarom niet? Op Fleur. Oh, kijk, Oliver is er ook weer bij natuurlijk. Oh, Joey is dat. Oh, blijkbaar was dat Joey. Even kijken hoor. Oprecht compliment geven. Wel leuk dat Rose nu nog steeds dus contact heeft met haar oma. Nancy is haar oma. Dat vind ik wel leuk. Gewoon, ondanks dat ze dood is, kunnen we wel contact met haar hebben. Alleen, we kunnen alleen met haar praten als we haar tegenkomen. We kunnen haar niet opbellen of zo. Dus dat is best wel jammer. Maar ja, ik vind het wel al leuk dat ze altijd op feest komen. Maar wat ik niet leuk vind, is dat er alleen maar geesten komen. Alleen maar. Nou, er zit hier één iemand anders. Gary Botten is dit, toch? En de barman dan. Maar voor de rest zijn er alleen maar geesten altijd op feestjes. Alleen maar. Ik bedoel, waar zijn alle andere mensen? Die zijn gewoon allemaal dood of zo. Nou ja, die zijn niet dood. Deze mensen zijn dood. Maar waar slaat het op dat er nooit gewoon normale mensen komen? Levende mensen. Echt nooit. Ik snap er echt helemaal niks van. Nou, we gaan eventjes maar naar de wc. Wie is dit? Fabian Clay. Oh, die is ook alweer een tijdje dood volgens mij. Ik ben benieuwd of jullie sommige namen allemaal nog herkennen en zo. Fabian Klee, dat was de man van iemand waar we ook mee hebben gespeeld volgens mij. Ik kan er even niet meer op komen wie het was, maar het was iemand. Ja, weet je, ik heb zoveel namen te onthouden jongens. Het is echt niet meer bij te houden gewoon. We gaan eventjes chips pakken, hè. We gaan het pakken. We gaan het niet vragen of we het mogen hebben. Nee, we gaan het gewoon pakken. Oh, ze ging het toch wel vragen. Ik dacht, ze gaan het gewoon zo pakken. Hier, Luna Villarreal is er ook. Die kennen jullie gegarandeerd ook nog wel. Ik weet zeker dat jullie die nog kennen. Ik ga nog wel eventjes met Nancy kletsen. We gaan even leren kennen. Oh, we kunnen wel weer even vrienden met haar worden misschien. Dan hebben we er weer een vriend bij. Is dat geen goed nieuws? Is dat geen goed plan bedoel ik? Als ze dat wil tenminste. Het ligt eraan of ze dat wil. Hier, we gaan een grap over pinguïns vertellen. En opfleuren. En dansartikel bespreken. Maar even serieus. Dit is een dansfeest jongens. Dit is een geweldig dansfeest. God, er dansen echt heel veel mensen joh. Nee, echt heel erg leuk. Hoe heette die man nou die ons uitnodigde? Heel leuk, Leon Jonker. Echt, ik heb het zo naar mijn zin hier. Hier, er ligt zelfs een plas water op de grond. Nou, helemaal leuk. Het is echt het beste dansfeest wat ik ooit in mijn leven heb gezien. En er komt natuurlijk weer een geest binnen. Want waarom niet? Wie is het dit keer? Oh, dit is Fabian Klee nog steeds. Oké, nou, vooruit dan maar met de geit. Zijn we al vrienden met Nancy? We gaan ook even vragen hoe het is om dood te zijn. Stel je voor dat geesten zoals dit in de Sims, dat die in de echte wereld ook zouden zijn. Dat zou echt best wel gaaf zijn. Dan kon je gewoon altijd met dode mensen nog omgaan en zo. Dat is eigenlijk vrijwel iedereen onsterfelijk. Nou ja, je sterft wel. Je leeft verder, maar je leeft verder als geest. Dus op zich leef je nog steeds een soort van. Dat lijkt me best gaaf. Hier, dan kan je gewoon zo in de prullenbak gaan zitten als je dat wil. Nou, dat is toch goals. Dat wil toch iedereen? Nee, dat wil niet iedereen. Oh, hier. Waar gaat Nancy nou in? Waar zit Nancy in? Ik heb geen idee waar ze in zit. Maar ik wou nog eventjes vrienden worden met Nancy. Oh, wacht. Ze zit in de lamp. Dus beter komt ze er eventjes snel uit. Want ik wil nog even met haar praten, zodat we nog vrienden kunnen worden. Oh, hier. Ze is eruit, hoor. We gaan een robotinvasie beschrijven, jongens. Geen idee waarom. En een grap maken over mode. En we zijn ondertussen ook met Joey aan het praten. Is Joey nog directe familie van ons? Kijk hoor. Oh, dat is de oom van Rose. Oh, dat is dus ook nog gewoon directe familie. Oh, wat leuk. Ja, wel leuk voor Rose dat ze al deze mensen nu weer eventjes tegenkomt. Oh, zijn we al vrienden met Nancy? Volgens mij zijn we al vrienden met Nancy. Dus dat is goed nieuws. Hier, kunnen we ook wel even gaan roddelen. En nog eventjes de bewondering uitdrukken. Want ik vind Nancy nog steeds wel een hartstikke leuk topwijf. Ook al is ze dood. Nancy is echt een van mijn favoriete personages ooit in de Sims. Ik heb geen idee waarom in de Sims-serie. Want ik weet niet, ik vind Nancy gewoon een heel leuk. Ik vind Nancy gewoon echt een hele leuke Sim. Ik heb er altijd gewoon een hele leuke Sim gevonden. Ze is altijd lief en leuk en ik weet niet. Het was gewoon een leuk persoon om mee te spelen. In ieder geval, ik denk dat het tijd is om naar huis te gaan. Want het is alweer best wel laat. Dus ik ga iedereen gedag zeggen.
En nou, het dansfeest was heel leuk. We hebben heel veel gedanst, maar niet heus. Je kunt niet reizen. Nou, dan stoppen we dit evenement toch. Hier is toch niemand aan het dansen, dus ja, wat maakt dat uit. Oké, we gaan weer lekker naar huis toe, naar onze kinders en onze man. Nou, kinders. Oh ja, trouwens, Dylan die werd toch volwassen, hè? Bijna of zo. Dan moet ik straks even iets bekijken. Maar volgens mij is Dylan ook bijna jarig. Deze mensen gaan ook al mee. Dus binnenkort hebben we ook weer een verjaardag te vieren, denk ik. Oh my god, nee! Oh my god, Dylan is ineens een jong volwassene geworden. Echt ineens, ik kwam hier. Ik kwam op de kavel en ineens wordt hij een jong volwassene. We kunnen niet eens een verjaardag meer vieren. Oh my god, en nu moet ik ook nog dit voor hem uitkiezen. Ja, ik heb echt geen idee. Ik vind Dylan wel een grapjas, toch? Ja, een beetje wel. Maar oh my god, hij is dus gewoon een jong volwassene geworden en ik... Ik kan niet eens een verjaardag vieren. Echt stom dat ik het ben vergeten. Ja, ik wist het wel, alleen... Oh, ligt iedereen al op bed? Ja, iedereen ligt al op bed. Ik wist wel dat hij jarig was, maar ik wist niet dat het nu al ging gebeuren. Dus nou, dat is een beetje jammer. Weer een verjaardag vergeten te vieren. Het gaat echt helemaal top hier. Het gaat echt super lekker. Maar oké, maakt niet uit. In ieder geval, jongens, dit was weer de video van vandaag. Doe natuurlijk weer een duimpje omhoog als je het leuk vond. Als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Bye bye! We'll be right back.